Maar wij beginnen, ik zou bijna zeggen, maar weer eens een keertje met onze collega's van VI. Want, nog steeds, hè? Nog steeds. Ja, ze zijn nog steeds onze collega's. Het was even spannend vandaag, wie er allemaal zouden komen. Wie er zouden aanschuiven aan tafel. Maar het is, ja, zoals iedereen heeft kunnen zien, redelijk goed afgelopen. Toch was het wel heel erg spannend. Want het leek wel of nou de echte breuk heel erg definitief en nabij was. Terwijl René van der Gijp had gezegd van ik wil excuses van Johan. We weten allemaal dat Johan nooit excuses maakt. Dus ja, de stemming zat er niet echt in vandaag. We gingen kijken op het Mediapark voordat de mannen aankwamen en toen ze aankwamen en hoe ze er op dat moment allemaal over dachten. Wat een paniek, moet je luisteren. Jullie hebben gisteren gezien wat er gebeurd is. Mm. En als het weer aan de orde is, geef ik er straks antwoord op en dan laat ik het bij. Ik kijk mijn ogen uit van deze belangstelling. Ik heb gewoon mijn ding gedaan en voor de rest heb ik niks meegekregen. Ik heb met niemand contact gehad. Maar het was wel een flinke ruzie gisteravond. Nou, ik vond het wel meevallen. Jij vindt het eigenlijk niet leuk met dit programma, hè? Nee, ik vind het niet leuk. Je vindt het eigenlijk een kutprogramma, vind je het? Ja, een ontzettend kutprogramma. Ja, ja, moeten we ermee stoppen? Ja, daar moeten we lekker mee stoppen met z'n allen. Ja, waar maak je je druk om? Nou, nee, ik maak me nergens druk om. Maar, nee, maar waar maak je je druk? We kunnen er gewoon mee stoppen. Ja. Nou, als jij er mee wil stoppen, dan stoppen we er toch mee? Ja, dan stoppen we ermee. Is het een beetje weer opgelost? Nee. Oh. Nee, ik heb vandaag voor de rest niemand gehoord. Oh. Dus je gaat zo aan tafel zitten en dan kijken wat er gebeurt? Ja. Echt geen flauw idee, echt niet. Ik weet ook niet of het te sprake komt of niet. En ik zie het wel. Als ik de lijstje van Jomer afwerk. Dag dames en heren. Ja, ja, we zijn er gewoon. 24 september, we gaan gewoon weer door. Wij hebben alle drie totaal verschillende ideeën over wat van programma het moet worden. Naar mijn gevoelens heb jij de neiging om de boulevard en shownieuws een beetje achter iets van te maken. Jij neemt mij kwalijk dat ik meer op één wil maken. En ik vind dat ik René kwalijk neem dat hij zich, als het niet over voetbal of Gordon gaat, te vaak niet met een onderwerp bemoeit. Wij hebben toch afgesproken dat wij dit programma zouden gaan maken, maar dat de kapstok altijd nog voetbal zou. Je moet een kapstok hebben, anders lul je een eind weg. Ja. Dus de kapstok is altijd voetbal. Nou, daar zit ik dan voor. Ja, ik moet hier wel erg om lachen, want het is natuurlijk iets wat je na zo'n gebeurtenis als van gisteravond 's middags even zou doen. Haal iedereen bij elkaar, zet er een pot koffie tussen en dan ga je het hierover hebben. Maar zij laten het er gewoon op aankomen. En live kan iedereen meegenieten van hoe iedereen over zijn eigen al dan niet kutprogramma. Dat is hun kracht toch ook? Dat is wel hun kracht. Ja. Dat is wel unieke televisie. Het was hartstikke spannend. Het zal me ook niet verbazen als de kijkcijfers wat hoger zijn dan gemiddeld. Want ja, iedereen ging er toch vanuit dat het misschien wel de laatste aflevering zou kunnen zijn. Ja, maar echt, want dat ik... Ja, ja, vind ik, maar toch niet. Toch niet. Want ze doen dit toch gewoon dit echt gebeurt vaker, onder maand. Ja, het zijn drie characters. Ja, maar nog toch is, vind ik het niet gespeeld van Johan. Oh nee, ergernis. Dat geloof ik ook. Ik zie echt aan omdat hij geërgerd is. Nee, dat zie ik ook wel. Maar ik geloof nergens dat ze dan de stekker eruit trekken. Kan dat überhaupt? Ze hebben toch gewoon een afspraak? Ze hebben toch gewoon contact? Ik weet niet wat de boeteclausules zijn die erin staan. Maar als iemand echt niet meer wil, dan lijkt het me niet zinvol om daar te gaan zitten. Maar ja, Johan is wel zo plichtsgetrouw dat hij zegt, ik heb gewoon een contract en ik kom om 9 uur en dan zien we wel wat er gebeurt. En dat is ook echt wat er gebeurde vanavond. Ze moesten echt zien wat er gebeurde. En ja, het viel mij mee, moet ik zeggen. Maar ja, eens in de zoveel tijd lopen die spanningen heel hoog op. René heeft wel eens gezegd, het duurt eigenlijk sowieso altijd een maand te lang. Die laatste maand, dan zijn ze helemaal op elkaar uitgekeken. Maar ja, zou je die laatste maand eraf snoepen, dan denk ik dat de laatste maand die dan overblijft... Ja, precies. Dat is altijd... Toch? Dus, nou. Maar snappen we een beetje wat er wrijft? Ik snap best dat Johan iets heeft van... Oké, als we zo door blijven gaan, dan wordt het sleets. Moet het misschien wat verandering brengen. Maar ik snap ook dat de anderen iets hebben van... joh, maar dit is onze succesformule. Moeten we daar wel aan gaan sleutelen? Ja, en Wilfred heeft nou eenmaal de neiging om veel entertainmentnieuws erin te doen. En daar is Johan wat minder in geïnteresseerd als het niet over muziek gaat. Dus nou, het leek allemaal gesust aan tafel. En we waren er toch niet helemaal zeker van. Toen hebben we onze Sandra gestuurd. Die stond op het parkeerterrein vanavond om ze op te vangen en te vragen hoe ze het nou echt hebben ervaren. Hoe lang ga je het nog leuk vinden dan? Op deze manier? Oh, maar ik vind het er lang niet leuk meer. Ja, ga je nu zagrijnig naar huis? Nee, toch? Nee, helemaal niet. Nee, ben je gek. En morgen weer lekker hier naartoe? Ja, maar je tekent een contract en je hebt gewoon hier te verschijnen. Ja. Dus morgen ben je weer lekker hier? Nou, niet lekker. Morgen ben ik weer hier. Ja, maar wat voor gevoel heb je hier vanavond gezeten, Johan? Nou, geen gevoel. Ik maak me er niet druk om. Gaat er nog iets veranderen of zeg je laat maar gaan? Nee, verandert niet meer. Laat gaan. Nee, verandert echt niet meer. Dus Johan wil het anders en jij zegt het hoeft niet? Ja, maar lieverd, laat me nou heel eerlijk. We hebben een talkshow
Alle andere talkshows willen maar één ding, dat is ons nadoen. Ja, waar gaat het bij ons dan verkeerd? Dat vraag ik me af. Ja, dat zijn die characters. Het zijn drie sterke figuren die voor zichzelf opkomen... en hun eigen verhaal willen vertellen. En er is maar 50 minuten, dus dat kan niet altijd. En ik weet niet waar dat nou echt verkeerd gaat. Maar ja, dat soort ergernissen, die worden ook nooit uitgesproken. Tenzij ze even in de uitzending erover hebben. Voor de kijkers gaat het helemaal niet verkeerd. Want dit is waarom mensen naar hen kijken. Tuurlijk. Je zit op de volgende smullen toch? Maar het is natuurlijk wel een soort heidebrand... die uiteindelijk tot de breuk tussen de drie mannen leidt. Alleen ik zie dat voor de zomer niet meer gebeuren. Juist omdat dat contract... Het is ook wel een beetje gênant dat je aan... Ja, als je weet dat er iemand zit die het gewoon eigenlijk helemaal niks vindt. Nee, maar schijt hem alles wat dat betreft. Het is ook wel weer... Zo'n bromsnor aan tafel is ook wel weer gezellig. Maar vind je het niet ook... Ik vind het... ook wel een beetje... Ik weet niet of slap het goede woord is... maar als je iets nou echt helemaal niet meer leuk vindt... dan stop je toch? Ja, maar dat had je dan moeten beseffen voordat je het Zelfs dan niet. Dan heb je voortschrijdend inzicht. Als hij toch een gesprek met John had en zegt... jongen, ik vind het echt helemaal niet meer leuk, maar ik wil stoppen... Dan die zegt gewoon, je hebt getekend en klaar. Dat idee heb ik wel. Je moet het wel gewoon afmaken. Maar goed, je maakt een programma met z'n drieën. Dus dan kun je toch ook op een gegeven moment zeggen van... joh, als Jan iets meer van dit wil, kunnen we een beetje water bij de wijn doen. Je maakt het toch met z'n drieën. Een vaste eindredacteur is ook opgestapt onlangs. Die vond dat hij op zijn 52e wat anders moest gaan doen. Die had genoeg meegemaakt met die drie. En dus ja, dan verschuiven de pionnen een beetje. Dan gaat iedereen zijn eigen terrein weer wat minder afbaken en het landje veroveren. Misschien dat dat speelt omdat er gewoon een krachtige figuur achter de schermen bij moet komen. Want die lijkt nu even te missen.